Hallo mensen van Digitories, ik ben Jeroen en welkom bij aflevering 9 van Far Cry 3. Ik heb beloofd om, vorige aflevering heb ik beloofd om die te gaan unlocken. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar hoe komen we daar? Oh, ik viel. nou, dat wordt dan maar even lopen, want ik kan geen auto vinden. Oh, nog meer herten. Ik geloof dat ik geen hertenhuiden meer nodig heb. Maar, dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel. Volgens mij heb ik ze niet meer nodig. Dus laat maar doen. Inbreken in de gevangenis. Oh, dat gaan we denk ik straks dan even doen. Als ik deze radio tower heb unlocked. Oh joh, hier is een grot. Zo kun je ingaan. Oh, dit is een kist. Tadaa. Mooi. Hebben we die ook weer. Oh nee. Zijn ze er weer hoor. Ze laten we ook nooit hè, met rust ofzo, hè. Nou ja. Sukkels. Doei. Nou ja, dit wapen is niet zo goed van een verre afstand zo te zien. Ik druk steeds op de verkeerde knop. Als ik wil veroveren, druk ik altijd op de F. Beetje irritant, maar goed. Oké, maar nu gaan we wel even naar die radio tower. Oeh. Oh, dat zijn die beesten. Die had ik ook nodig. Voor iets. Ik weet niet voor wat, maar... Het zijn van die soort kalkoenen. Of, ja, dik veel. Ik vind het op kalkoenen lijken. Huppa. Leer van een... Cassuaris. Dat zeg ik. Huppa, een recept. Oh, dat is makkelijk. Dat is handig. Kan ik weer meer geld dragen. Wat heb ik daar nou voor nodig? Haaienhuid. Haaienhuid. Dat is ook niet zo moeilijk hoor. Wil je gewoon aan de rand van het water is meestal wel, zijn meestal wel haaien. Dan moet je gewoon in het water schieten. En dan zinken ze naar de bodem. Dan kan je ze. Weet dat? Kan je hun huid eraf halen, zeg maar. Oké, we zijn er bijna. Oh, we hebben weer familie. We hebben weer gezelschap. Dat zijn varkens, denk ik. Dat heb ik niet meer nodig. Echt, ze zitten echt overal. Zelfs om, hoe laat zou het zijn? Weet ik veel, 2 uur 's nachts. Lopen ze ook gewoon over straat. Nou ja, over straat. Over de bergen. Maar goed, misschien hebben ze niks anders te doen. Oké. Dat is een... Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat? Oh, sprinten. Dat is een sprinter. Die kan dus heel hard rennen, maar ja. Als je ze van achter aanvalt... Dan gaat het wel goed. Kom op. Ik druk op E. Ja, goed zo. Wat zijn dat? Oh, dat is een bloem. Oh, wat zijn dat? Varkens ook. Ja, hè? Ja. Zo. Oké. Onze volgende uitkijktoren. Radio Tower, ik noem het altijd uitkijktoren. Ze worden steeds moeilijker, maar dat had ik al gezegd. Maar deze zijn nog niet heel moeilijk. Maar echt in het zuiden van het eiland, dus waar je echt het laatst komt, dan zijn ze heel moeilijk.
Wat moet ik doen? Zo, hierop. Zo, dat ding dat kraakt als de neten. Dat zou ik echt super eng vinden, maar goed. Jason, die durft alles. Oké. Zo, we zijn er. Oh, nog niet. Wow, ja, nu zijn we er wel. Ik hoop dat ik de timer heb gestart. Oh, nog 14 minuten. Ja, ik heb hem. Ik vergeet dat niet. Wow. Te geluid wil die wind. Oké. We hebben weer een radio tower. Daar ben ik blij om. Zo. Nou, die grot hebben we al ontdekt net. Dit is, weet niet. En een oud vliegtuig van Japan, volgens mij. Oké. Ik zie daar een opdracht. Zo'n, oh, we hebben een PKM. En een shotgun. En de voorraaddropping, ja, die zag ik er net daar zo. Daar. Nou, we hebben geen sniper. Dat is mooi. Ik wilde een sniper en we krijgen hem niet. Ja. Huidige doelstelling. Dan ga ik ook gelijk deze doen. En dan gaan we naar de doelstelling. Ik ben nu, waar ben ik nu? Hier. Dan fast travel ik even naar daar. En dan gaan we die doen. En dan hoop ik dat ik dan wel een sniper krijg. Want dan zet ik daar even een silencer op. En dan word ik niet meer zo snel ontdekt. Het zou wel handig zijn namelijk. Ja, we zijn er. Oké, eerst eventjes zooi verkopen. Ik heb heel veel zooi. Zo. Vuil van een vark heb ik niet meer nodig. Zo. Ja, slijpschutter. Oh, die kan ik wel. Maar ja, ik wil eigenlijk een... Hier, deze heeft geen uitbreiding en ik wil een silencer. Anders heb je er nog steeds niet echt veel aan. Dus ik ga even wachten tot deze gratis is. Want dan kan ik hem ook helemaal niet kopen. Even kijken hoe het met de munitie zit. Ja, dat is wel goed, hè. Zo. Oké. Nou, ik kan er niet op. Nou ja, zeg. Ik wil die kist gewoon, hoor. Wat is dit nou voor een... Hier, ik spring. Ja, nu lukt het wel natuurlijk. Zo. Dat is wel... Dat zou ik ook wel willen. Gewoon zo hier. Zo even liggen. Zo'n prachtig uitzicht. Oké, we moeten naar die radio tower. Is het ver? Ah, is niet zo ver. Dan gaan we lekker met de wingshoot. Dit zouden ze echt in het echt ook moeten hebben. Dit kan natuurlijk nooit. Lijkt mij. Maar het lijkt me wel super vet. Oké. Oh, ik zie daar allemaal... linksonder op de kaart allemaal blauwe bladeren. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je met blauwe bladeren kan doen. Maar daar kijken we nog wel een keertje naar. Boe. Oh, dat ding trilt. Wat is dat? Nee. Oh, rustig, rustig. Het is achter die berg. Ja. Oh, daar is ook een kamp. En iemand belt me. Hello? Dr. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house.
It's safer since the pirates come to buy from him all. Okay, I'll meet you there later. Okay, serieus. Ik druk op E. Een spatie om een parachute uit te klappen. Dan moet je toch op... Jeetje, nou ja, zeg. Nou, tell me about your friends. The radio said Boss was recording ransom videos of PC. PC? PC. Ja, dit hebben we al gehoord vorige keer. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jeetje, the strength you receive from the past will help you succeed. Ja, sorry hoor mensen, maar ik dacht echt dat je op E of op spatie moest drukken om een parachute uit te klappen, maar ik deed dat. En dat ging niet goed. Nou, nog een keer proberen. Ik ga straks maar even heel laag vliegen. Oh, ik ga nu al heel laag. Maar dus, ik zit vlakbij een kamp, dus ik wil niet in dat kamp vliegen. Oh, nog een keer. Hello? Dr. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this. I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. Ik hoop het ook met onze vrienden. Nou, ik landde nu wel goed. Ook heb ik geen parachute gebruikt. Ik weet nog steeds niet hoe dat nu moet. Volgens mij moet je gewoon op E drukken hoor. Oh, gadverdamme. Allemaal bloed. Oké. Spannend muziekje, omdat daar een kamp is. Dan gaan we zo heen. Eerst even deze radio tower. Wow. Hij is wel heel lenig, Jason. Oké. Okay. Hoppa. Daar een oud kanon. Krijgen we denk ik straks vast te zien als je de bezienswaardigheden krijgt. Als je een tower unlockt. Zo. Weer zo'n mooi uitzicht. Even kijken, kist. Er staat altijd één kist. Altijd. Zo. Huppa. Hup. Dat ding is ook weer unlocked. Oké. Ja, kanon, zei ik net. Er ligt ook een slaapzak. En een... Ja, prachtig beeldje. Oké. Is ook weer gedaan. 500 XP erbij. En een vaardigheidspunt. Volgens mij hadden we... Ja, dat dacht ik al. Vorige keer hadden we er ook nog één. Die heb ik niet gebruikt. Ja, dat is handig. Ga ik doen. Huppa. En wat is dit? Moord van boven. Ja, ga ik niet echt gebruiken, denk ik. Dat is ook handig. Levens... Oh, wat is dit? Oh, sneller aangevuld. En wat is dit? Auto, schade. Ja, explosie. En... Nou, dit ga ik ook niet echt gebruiken. Dus ik doe eerst, denk ik, deze. En dan ga ik straks... Ja, wat ga ik straks doen? Ik weet niet. Oh, een vlammenwerper. Oh joh, dat is vet. En een... Ja, een machinegeweertje. En nog een shotgun. Nog steeds geen sniper. Ze geven me ook nooit een sniper. Oh shit. Wow. Ik wilde hier landen. Oké. Okay. Met die muziek kan je echt niet nadenken. Oké, okay, wat moeten wij doen? Zijn het kippen? Kippetjes, lekker. Oké. Okay. Oh, dat hij is geel, dus ik denk dat ik iets van hem moet jatten of zo, of krijgen. Zo, het is lekker druk hier zo. Nog één. Ja, dat is dus weer een nadeel. Zonder sniper kan je niet ongezien mensen vermoorden.
Maar goed. We proberen het maar weer op deze manier. Hem elimineren en dan... steeds dichterbij komen. Ik weet niet of hier nog iets is. Ja, nog één. Oké, dit was het. Oeh, dat is wel... oh shit. Zou ik gewoon hier opklimmen? Wat hoor ik eigenlijk? Horen jullie dat ook? Een soort slang of zo? Oh shit, nee, ik ben hier niet. Kut. Oh, het gaat ook echt niet goed, hè. Nou, hij komt nu wel naar beneden, dus dat is misschien wel handig. Oh, hij wordt aangevallen door een beest. Shit, ik ben hier niet. Ik doe niks. Oh nee, dan komen ze toch niet allemaal hierheen, hè. Ik was niks. Ik deed niks. Dat was dat beest. Ja, ze zit... nee. Nee, joh. Kun je mij hier zien, man? Ja, zie je. Hier was ik te bang voor, hè. Nu staan ze daar allemaal zo te kijken. Oh, shit. Ja, wat doen we nu? Nu kan ik natuurlijk nergens meer ongezien voorbij komen. Wow. Lopen ze nu weer weg? Ja, ze lopen weer weg. Volgens mij wel. Wat is dat toch voor beest? Oh, dat is een slang. Maar ja, als ik nu ga schieten, dan horen ze hem allemaal. Dus wat moet ik doen? Oh, god. Oké, ik ga met mijn mes op af. En hoop dat hij me niet... oh, hij heeft me niet gebeten. Wel mooi. Blauwe slang, blauw met rood. Oké. Waar is die vent nou dood gegaan eigenlijk? Oh, hier. Oké. Wat is dit voor wapen? Oh, die heb ik al. Ik hoop niet dat ze me nu zien. Als ik hier omhoog klim. Nee, mooi. Alarm. Dat bedoel ik. Deze moet uit. Hier, uitschakelen. Nu zijn alle alarmen uit. En dat is natuurlijk hartstikke handig, want dan kunnen ze geen versterking oproepen. Deze, die werkt nu ook niet meer, dat alarm wat je daar ziet. Oké. Nog één. Volgens mij was dit het wel, hè? Ja, dat was het wel. Oh, nog één. Tuurlijk, joh. Kunnen er niet veel genoeg zijn, hè? Ik denk dat het... dat ik niet meer zoveel tijd heb. 1 minuut. Ja, dat is een beetje stom. Wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon verder. En dan stop ik straks de halverwege de missie, de aflevering. En dan ga ik gewoon de volgende keer weer verder. Want ik neem het gewoon achter elkaar op. Sorry daarvoor. Maar het kan niet anders. Anders wordt de aflevering zo lang. Oh, is er daar nog één? Ja joh, natuurlijk. Ik ga eerst deze kant doen en dan ga ik straks naar links. Ik moet denk ik eerst hem. Oh, dit is misschien niet zo slim wat ik nu doe. Hij mag me niet zien. Oké. Ja, oké. Zo, ga ik hem van achter elimineren. Oh shit. Kijk niet om. Goed zo. Kijk, deze nu ook al uit. Oké. Dat meen je niet. Wat zijn dat dan, joh? Wow, dat zijn mooie vogels. Oh joh, daar hangt gewoon iemand. What the fuck? Ik denk niet dat je deze kunt vermoorden. Ik denk dat het gewoon voor de sier is. Oké. Ik ga deze elimineren.
Ik moet nu nog op mijn hoede zijn. Want als één iemand... Wow, ik schrik me rot, joh. Zo, dat was de timer. Als één iemand me ziet, ben ik gelijk de lul. Jullie hebben het gehoord. De tijd is voorbij. Dus ik zeg tot de volgende aflevering van Falcon 3. En de volgende keer gaan we verder. Dus ik zeg, doei.